Hoi, en het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een mooie kerstkrans. Ik heb er helemaal zin in. Heb jij er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En tot aan de kerst komen er zelfs extra video's online. Dus wil je dat niet missen, druk eventjes op die abonneerknop. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. Nu bestellen en hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje kustpakketten. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland, dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Wil je het eventueel later ontvangen, kan je gewenste datum aangeven, maar dan weet je in ieder geval zeker dat je straks eentje op tafel hebt staan tegen de kerstdagen. Goed, dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. We gaan vandaag aan de slag met een krans van Oasis Bio. Een heel mooi product. En die gaan we mooi natuurlijk opmaken, maar wel met een klein beetje een tint van kerst. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ondanks dat de kleur heel goed bij het kleurenpalet valt wat we maken, ga ik toch even de rand iets afplakken. Dat doe ik met dit mooie bananenblad. Ik doe dat gewoon met wat lijm, zodat je een goed lijmpistool hebt. En dit doe ik echt alleen de onderste rand. Want straks hier bovenop doen we mooie dennenappeltjes. Heel erg leuk. We maken dus echt gebruik van de hele krans. Als je dat hebt gedaan, gaan we aan de slag met deze leuke dennenappeltjes. Die plakken we er eigenlijk bovenop. Je hebt echt een heel leuk effect. En dit doen we er helemaal rondomheen. En dan gaan we beginnen met het decoreren. Hè. We beginnen eerst met wat mos. We zorgen dat we echt binnen die lijn blijven. Zodat je echt het lijnenspel blijft zien van die dennenappeltjes. Wat we zojuist hebben gebruikt. Dus je moet echt een beetje verfijntjes werken. Ik verdeel dat hier op de krans. En waar nodig zet ik het even vast met een krammetje. Dan gebruik ik kerstgroen en dat gebruik ik verfijntjes, dus echt kleinere stukjes. En her en der stop ik daar ook wat in. De onderkant maak ik even schoon. Ik snij altijd alles schuin aan, ook met kerstgroen bloemen. Dat is toch altijd beter. Vaak is het wel mooier als je één kant opsteekt. Dan gebruik ik ook wat eucalyptus en als je net boven het blaadje elke keer knipt, dan kan je heel veel weer gebruiken van de eucalyptus. Echt een hele mooie basis opgestoken. Dan heb ik dit mooie grijzige mos. En dat doe ik op de plekken waar nog de Oasis Bio zichtbaar is. MUZIEK
prachtig. Dan kunnen we nu gaan beginnen met decoreren. En dat kan je eigenlijk naar eigen wens en smaak doen. Ik gebruik wel een beetje natuurlijke kleuren en natuurlijke materialen. Met her en der een kerstballetje. Maar doe dit helemaal naar eigen wens. Als dit geen mooie krans is, dan weet ik het ook niet meer. Echt prachtig door een manier van materialen te gebruiken op deze manier. Ja, echt een natuurlijke materialen, een winterse krans. Maar wat het leuke dan is dat hij droogt eigenlijk gewoon heel mooi in. Want het zijn hele sterke materialen. Na de kerst haal je de kerstballetjes eruit. En dan kan je er nog heel lang van genieten. Dus echt een lang houdbare krans. Ja, en dat willen we natuurlijk extra lang van zo'n mooi product genieten. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. We zenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, komt gewoon naar je toe. Extra makkelijk. En je kan de gewenste datum aangeven. Goed, ik vind hem heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het hieronder weten. Een prachtige basis van Oase Bio. Echt heel erg mooi. En ik ben er blij mee. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en je ziet me de volgende keer weer. Doeg!